De politieke partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid, DOE, zal nooit meer samenwerken met de NDP. Dit liet voorzitter Stephen Alfaissi vandaag op een persconferentie doorschemeren. De partij heeft vandaag ook zijn verkiezingsprogramma gelanceerd. Alfaissi zegt dat de NDP een onbetrouwbare politieke partner is die zich niet aan afspraken houdt. En in feite wil ik het verhaal even kort aangeven. Er was een gezamenlijke standpunt bereikt omdat wij als partij niet mee gingen met de besluiten die toen genomen waren. Zeker in het kader van artikel 148 hebben we toen gezegd van nee, daar staan wij niet achter. Wij gaan niet inbreken in onze rechtspraak. Ja? Dat is ondergraven van onze rechtsstaat. Dus wij werken daaraan niet mee. En toen is die discussie en de overeenkomst ontstaan. Dan gaan we splitsen hier, dan gaan we uit elkaar hier zo. En dat was besloten in een bespreking op het kabinet van de president. En toen hebben we besloten, we gaan uit elkaar. En voordat DOE buiten was gestapt, is de informatie gelekt dat DOE eruit is gezet. Terwijl het in gemeen overleg was dat het niet verder gaan met de coalitie geen optie meer was voor DOE. De partij staat wel open voor samenwerkingen met andere partijen, benadrukt Alfaissi. Maar deze partijen moeten ook voor het volk willen werken. En als er gelijkgestemde partijen zijn die de kernwaarden van de partij ook hoog in hun vaandel hebben, zoals integriteit, zoals eerlijkheid, zoals transparantie, ja? En Surinamers, de Surinaamse mens op de eerste plaats. En niet fake zijn. En ik zeg met nadruk fake. En doen wat ze zeggen. Dan willen we wel samenwerken, ja. En er zijn in dat kader geen formele gesprekken nog gevoerd, maar er zijn informele gesprekken met een aantal partijen geweest die belangstelling hebben getoond in de benadering van DOE. Ja? Sowieso hebben we die gesprekken gevoerd. Dus wij gaan dat niet uit de weg. Maar anderzijds is er ook bewezen dat DOE in de afgelopen jaren zelfstandig de verkiezingen heeft betreden, met uitzondering van 2005 moet het zijn geweest, toen we de samenwerking waren aangegaan in een pre-electorale combinatie, als je dat zo kan noemen, wat niet meer mogelijk is nu. Tot zover DOE-voorzitter Stephen Alfaissi op een persconferentie waar het bestuur inging op de activiteiten in verband met de verkiezingen in 2020.